Ah, je ziet al de laatste tijd dat wanneer Bitcoin sterke prijsactie laat zien, altcoins, tuurlijk hebben ze daar last van, maar beter blijven hangen als vroeger. Vroeger liepen ze echt helemaal leeg. Hey, welkom bij Cash. Ik ben Chris. Ik ben Berry. En in deze video, jawel, gaan we met jullie praten over altcoin season. Over altcoin season. Is het een mythe? Is het een legend? Ja. Is het iets waar we niet over moeten praten? Het is iets waar heel veel mensen om vragen. En het is de mythe. Nou ja, weet je, er zijn echt wel hele lekkere runs geweest in altcoins. Dus ja, noem het hoe je het wil noemen. Altcoin season hebben we zeker meerdere keren gezien. Maar met betrekking tot het woord of het fenomeen altcoin season heb ik altijd het idee dat mensen wachten op het moment waar ze eigenlijk al middenin zitten. Ja, weet je wat het is? Kijk, ik wil gewoon weten wanneer de volgende altcoin season start. Dat is precies wat ik zeg. Wat waarschijnlijk zit je daar al middenin. Ja. Waarschijnlijk zit je daar middenin. Mensen zitten altijd te wachten op het moment. Terwijl misschien het moment al de hele tijd bezig is. En je zit er gewoon al middenin. En ik, ja, maar ik denk ook dat dat een trend is. Ik denk dat het een verandering is die we in crypto zien. Kijk, crypto ontwikkelt zichzelf ook. Dat zie je ook met de Bitcoin-cyclus. Die zal in de toekomst ook veranderen. Omdat de onderliggende fundamentals veranderen. En omdat de gebruikers veranderen. En omdat de doelgroep groter wordt. Ja. Vroeger zagen we ja, de aloude cyclus van Bitcoin. Bitcoin neemt toe en daarna gaan de altcoins. Ik verwacht dat die hele trend, ook als je naar het afgelopen jaar kijkt, ik verwacht dat dat gaat verdwijnen. En ik verwacht uiteindelijk dat de hele cryptomarkt zich gaat ontwikkelen. En dat is ook eigenlijk waar we al jaren op zitten wachten. Als een onafhankelijke markt. Tuurlijk heb je altijd een indextrekker, een main pairing die de hele index, beurs bepaalt. Dat zie je in een reguliere markt ook. Maar met de dollar of de euro. Ja, maar ik wil daar heel graag naartoe ook in crypto. Ik wil niet alleen afhankelijk zijn van een bitcoin. Je moet gewoon elke ticker onafhankelijk van elkaar kunnen traden. En natuurlijk snap ik dat er altijd een onderliggende correlatie is. Als bitcoin echt dumpt, ja, dan zullen vroeg of laat altcoins ook meegetrokken worden. Maar je wil gewoon dat dat wel echt los treedbaar is. Ah, je ziet al de laatste tijd dat wanneer Bitcoin sterke prijsactie laat zien, altcoins, tuurlijk hebben ze daar last van, maar beter blijven hangen als vroeger. Vroeger liepen ze echt helemaal leeg. Dat alt season is niet ineens gestopt. Er zit een pullback in. Maar dan nog sta je een flink stuk hoger dan dat je een jaar hiervoor stond. Dus ik denk dat ze beter blijven hangen. En uiteindelijk een ander soort groei laten zien als dat hele, hele heftige wat je in het verleden hebt gezien. Kan dat nog steeds resulteren in heftige prijsactie? Absoluut. Maar ik denk wel dat dat gaat veranderen ten opzichte van wat je gewend bent uit het verleden. En dat is denk ik dat hele extreme, die duizenden procenten, dat is dat altcoin season waar mensen op zitten te wachten en zitten te hopen denk ik. Ja, maar ja, als we even naar de gains kijken van afgelopen jaar, ja, dan denk ik altijd ja, maar wat... Ja, wat verwacht je nog meer dan? Ja, ja. Want 300, dit zijn 370. Ja, maar dit is, kijk bijvoorbeeld Gala of dan heb je het over, wat is het? Ik kan het nog ineens, dat is een 15.000x of een 1500x. Ik weet het nog ineens meer. 158.000, 370.000, ja. 65 miljoen procent voor Shiba. Kijk, en dat zijn dan de extreme, dat snap ik. Weet je, die zijn ook heel erg in het nieuws geweest. Maar zelfs de kleinere gains daaronder. Kijk, een Dogecoin met een 63x. Hier een 150x. Hier een 110x. Ja, dat is niet normaal. Gewoon. Nee, en ik bedoel, als mensen serieus, en dit is een heel mooi overzicht. Maar als je dan nu nog om altcoin season vraagt. Ja, de mensen die nu nog om altcoin season vragen. Kijk even naar deze chart. Kijk even naar deze bubbels. Even serieus. Alles met betrekking tot altcoins is afgelopen jaar gewoon afgevuurd. En er is al een altcoin season geweest. Gewoon. Dit geeft echt precies aan waarom wij niet begrijpen dat mensen die vraag nog steeds stellen. Ja. Want dit is wat afgelopen jaar is gebeurd. Dit is gewoon gigantisch. Heb je hier je rendement mee gepakt? Hartstikke nice. Dan heb je het gewoon lekker gedaan afgelopen jaar. Maar als je nu nog hoopt op een Shiba die dat laat zien, of op een SafeMoon die dat laat zien,
Ja. Nee, maar kijk, krijg je geld, hè? Ik ga hem even zoeken. Ik zie hem al. Bitcoin is dit jaar ook als een crazy gestegen, als een crack. Ja, staat links. Maar dat dingetje staat hier. Ja. Dus alles wat groter is, dat is harder gestegen. Dus ja, de altcoin season is volop aanwezig. Dit was ook een chart die vorig jaar regelmatig is gepost op Twitter. Toen hebben we ook al letterlijk aangegeven. Nou, intermediate support, intermediate level hebben we toen gewoon gegained, netjes teruggetest. Toen heb ik al aangegeven, als we hier voorbij gaan, ja, dan ga je gek te zien. En dat hebben we niet laat gezegd. Nee, dat hebben we vooraf gezegd. Dus ruim een jaar geleden. Ja, en dan zie je gewoon op een gegeven moment wat het gevolg is. Dit is altcoin season. En ik snap niet hoe de mensen dat niet mee hebben gekregen. Die market cap die is gewoon geëxplodeerd. Je kan dat bijna nog wel eens meer lezen. Dus die hele market cap is vertienvoudigd. Nou, dat zie je ook gewoon aan de meeste altcoins. Die hebben inderdaad gemiddeld een 10x neergezet. Komt er een nieuwe altcoin season? Ik denk zo sterk als deze was. Terwijl die onder de radar is gebleven bij heel veel mensen. Heel veel mensen hebben het niet gezien. Ik denk dat dit heel moeilijk te overtreffen is. Waarom? Omdat de market cap steeds groter is. Dus er is steeds meer geld nodig om dit te kunnen realiseren. Ja, dit soort gekke prijsactie wel inderdaad. De cyclus van Bitcoin verandert ook. Dat heeft ook met de halving te maken. Dus ik denk dat je niet heel erg moet doelen op altcoin season. Ik denk dat je gewoon naar de altcoin zelf moet gaan kijken. En is de setup aanwezig, ja of nee? En als die aanwezig is, moet je hem gewoon spelen. Maar eigenlijk, zeker als trader, kijk, als investeerder is het misschien anders en zijn heel veel mensen die investeren in altcoins echt aan het gokken. Als trader maakt het je eigenlijk niet heel veel uit waar je bevindt, want je kan zo'n run altijd meemaken. Als jij een klapper van een trade krijgt en die kan je managen op een goede manier, kan je altijd dit soort rendementen maken. Op wat voor bedrag je dan ook staat, in welke tijd je dan ook zit, in een bullmarkt, in een bearmarkt, het maakt voor een trader eigenlijk niet uit. Veel investeerders in altcoins zijn toch nog steeds aan het gokken en hopen dan op zo'n stijging. Ja, maar en dat is nog steeds, oké, die markt die ontwikkelt zich, die wordt langzaam volwassen. Ik ben er nog steeds van overtuigd, altcoins zijn nog steeds niet investeringswaardig. Je kan ze lekker traden, omdat je dan je risico kan afdekken. Ga jij investeren, ja, dan kan je niet even met je risico. Dan is het gewoon, oké, hoddel en ik zie wel waar het schip stand, weet je. Dan ben je overgeleefd aan de markt. Dan gaat hij naar beneden, ja, dat kan ook. Ja. Dan ben je gewoon de sjaak, dan ben je gewoon je geld kwijt. De money flow cycle, die hebben we al een paar keer aangehaald, is ook gewoon op Twitter gepost. Die werkt wel ongeveer hetzelfde. Dus je kan wel aan de markt misschien merken wanneer het juiste moment is om misschien op een ander paard te gaan wedden. Dus zit je echt vol in Bitcoin, zit je vol in Ethereum, ga je wat meer naar de grotere altcoins, ga je echt iets meer naar de kleinere altcoins, de shitcoins, hoe we het dan graag noemen. Ja, dat gaat wel ongeveer hetzelfde. Dus je hebt gewoon de inflow in Bitcoin. Mensen stappen de markt in via Bitcoin. Weet je, ze komen nog steeds de markt via Bitcoin binnen. Daarna, als Bitcoin aan het rallyen is, komt er nog meer geld. Want geld trekt geld aan. Dus heel veel mensen raken geïnteresseerd. Als op een gegeven moment dan die prijsactie gaat uittoppen, dus Bitcoin gaat consolideren, dan zien we dat het geld snel richting altcoins en daarna naar de kleinere coins gaan. Die cyclus, die herhaalt zich een keer. En meestal als daar de rek uit is, ja, dan krijg je een correctie. En die globale beweging verwacht ik dat we die nog wel blijven zien. Daar kan je ook nog wel van profiteren. Maar ik denk wel dat het effect steeds meer weg zal vallen. En dat je daar in de tussentijd nog van kan profiteren. Gaan we nog echt nogmaals, ja, dit zien. Kijk, want je ziet hier wel een mooie cyclus. Hè? Daar kan je wel gewoon op treden. Maar dit, ja. Ja, zeg het maar. Ik denk dat je vrij laat bent. Ja, en dit kan dat er in de toekomst net zo uitzien als dit. De 2017-2018 run. Nou ja, ik denk wel dat de market cap toe zal blijven nemen. Zeker, zeker. Dus dat kan. Alleen zo explosief zal veranderen in de toekomst. Dat zal anders eruit gaan zien. Uiteindelijk zal de market cap heus wel toe blijven nemen. Zal het heus wel blijven groeien. Er komen nog steeds elke dag projecten bij. Er gaan ook elke dag projecten racked of weg. Maar uiteindelijk zal dat wel gaan groeien. Sowieso. Ik denk dat dus gewoon heel belangrijk is de vraag, when alt season, laat dat los. Laat dat gewoon los en begin met traden. Kijk naar, vind jij een altcoin nice, een bepaalde altcoin, ik noem maar een Cardano. Ga dan Cardano traden. Kijk naar de Cardano chart. Ja, en ga Kijk daar naar je entries. Dek je risk af. Ja, maar als je dat nou kan, hè,
En natuurlijk begrijp ik dat niet iedereen die deze video's kijkt wil traden. Maar als je dat wel kan en als je eigenaar wel in gaat verdiepen en je maakt een enige vorm van een altcoin season mee en je bent aan het traden omdat je meer Cardano's wil en je kan jouw Cardano positie steeds uitbreiden, dan kan je misschien wel nog een keer dit resultaat behalen. Jawel. Ondanks dat dit niet meer gebeurt met Cardano, met een altcoin, maakt niet uit. Je kan het wel behalen omdat jouw positie steeds groter wordt en dus exponentieel groeit. Als je daar een stijging overheen krijgt. Dus met traden ben je ten alle tijde winnaar. En kan je dit misschien wel bewerkstelligen door je eigen kunnen. Maar ja, dit wordt lastig om te evenaren. Je moet gewoon de controle echt naar je toe trekken. Dan kijk helemaal naar dit soort prijsbewegingen. Vroeg of laat komen de correcties. Het was de vorige keer niet mis. Dat was gewoon bijna een min 60%. Ja, stap je ergens op de top in met je altcoins. Ga je min 60%, dan weten we gewoon dat... Ja, 80% van jullie, het gros van jullie, die verkoopt dan op de bodem. Waarna je die volgende impuls krijgt. En dat zijn uiteindelijk dan de mensen die verdienen. Dus echt niet iedereen die een altcoin'tje koopt, die gaat automatisch geld verdienen. Nee. En als dat gebeurt en die mensen stappen daaruit en verkopen in de paniek, zeggen ze uiteindelijk, had ik maar. Ja. En had ik maar is hetzelfde als bijna, dat is helemaal niks. Goed, alt season. Ja, ik denk dat het een veelbesproken onderwerp is. Ja, maar dat blijft het. Dat blijft het. En dit blijft ook altijd terugkomen. Dit is hoe wij erover denken. Dit is hoe wij er naar kijken. Laat even een leuke reactie achter onder deze video. En ik voel het alweer aankomen. Heel veel altcoin boys die gaan natuurlijk reageren. Nee, dat gaat nog knallen. Jullie weten het niet. Dit is onze kijk erop. En iemand anders heeft natuurlijk ook zijn eigen visie. En die zien we graag. Dus deel dat even in een leuke reactie onder de video. Abonneer even op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Druk op het duimpje. Dat rankt de video weer hoger in YouTube. En is een blijk van waardering voor ons. Druk op de bel, krijg je notificatie als we een nieuwe video plaatsen. En onderaan deze video komen uiteindelijk alle linkjes terug richting www.dopecash.nl. Daar vind je onder andere ons leerplatform, Discord kanaal, supportlinks, Platinum. Alles vind je terug op onze website. Bedankt voor het kijken. We zien jullie heel graag volgende keer. Later.